We zijn er nu bij fysiotherapiepraktijk Kwiek. Deze praktijk is uitgebreid met ergotherapie. We vragen het even aan Ellen, waarom? Ja, we hebben voor ergotherapie gekozen als extra aanvulling naast de fysiotherapie. Omdat de ergotherapeut wordt vaak ingezet om de zelfstandigheid te bevorderen. En dat ligt heel dicht naast ons vakgebied. Alleen is het wel echt een andere discipline. Wel dezelfde doelen, vaak als fysiotherapie, maar echt een vak apart. Sophia, jij bent de ergotherapeute hier in huis. Wat is ergotherapie? Ergotherapie richt zich eigenlijk vooral op activiteiten die personen doen. En dat kan dan verschillen tussen aankleden, koken of hobby's uitvoeren. Maar ook het verplaatsen binnen en buiten het huis. En wat is het verschil ergotherapie-fysiotherapie? Ergotherapie richt zich echt vooral op de dagelijkse activiteiten die iemand doet. En daarmee ga je oefenen of advies geven. Dus het heeft niks met een pijnlijke knie te maken of een pijnlijke enkel. Het is echt de handelingen die een cliënt niet meer kan. Ja, klopt. Jij gaat ook naar cliënten thuis. En waarom? Ja, ik kom voornamelijk bij cliënten thuis, omdat we dan echt in de eigen omgeving kunnen oefenen en echt activiteiten die iemand thuis doet kunnen oefenen en daarop advies kunnen geven. Ja, zoals? Dat kan zijn koffie zetten met bijvoorbeeld de rollator of met hulpmiddelen, zodat het toch zelfstandig kan worden uitgevoerd. En wordt de partner of degene waar de cliënt mee samenwoont, als dat zo is, ook daarin betrokken? Ja, als dat de wens is vanuit de cliënt, dan kan die betrokken worden. Ja. Oké. En wordt de ergotherapie door de zorgverzekeraar vergoed? Ja, iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie vanuit de basisverzekering per jaar. En je kan zonder verwijzing of met verwijzing naar de ergotherapie. Je gaat naar de cliënten thuis, maar stel ze hebben problemen met vervoer, fietsen of wat dan ook. Hoe pak je dat dan aan? Als eerste doe ik altijd een kennismakingsgesprek om de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen. En mocht er dan een driewielfiets worden aangevraagd, dan ga ik daarmee aan de slag door contact op te nemen met de gemeente en met de cliënten gaan oefenen met de driewielfiets. Oké, en je bent zo'n soort intermediair om de weg te vinden voor de aanvraag en dergelijke. Ja, en ik kan ook advies geven over het geschikte vervoersmiddel. Waarbij diegene past. Ja. Jij adviseert de cliënt ook om eventuele aanpassingen in de woning te doen. En wat is dat zoal? Of wat kan dat zoal zijn? Ja, dat verschilt heel erg per hulpvraag. Maar dat kan zijn gericht op drempels, als mensen niet meer goed over de drempel kunnen lopen. Dan kun je kijken naar drempelhulpen of als mensen valrisico hebben in de badkamer. Dus dan ga je kijken naar steunen of douchekrukjes, zodat alles veiliger verloopt en zo goed mogelijk kan worden blijven uitgevoerd. Zijn er veel hulpmiddelen? Wordt daar ook veel ontwikkeling in gedaan? Ja, er zijn echt ontzettend veel hulpmiddelen. Je hebt verschillende sites waarop je kunt kijken, maar ook verschillende thuiszorgwinkels die ook de nieuwste hulpmiddelen in de winkel hebben liggen. Ja, deze is vooral voor mensen met bijvoorbeeld schouderartrose. Als ze hun schouder niet meer hoger kunnen doen, dan is er eigenlijk een verlengde van de kam. Zodat ze wel nog zelfstandig hun haren kunnen doen. Waarom zitten die dopjes daarop? Die noppen zitten er eigenlijk op, zodat de boterham op zijn plek blijft. En zodat je eenhandig kunt smeren. Dus dan blijft de boterham liggen en kun je wel nog de activiteit zelfstandig uitvoeren. Dit is een hulpje om een overhemd of een blouseje open te maken. Ja. Kun je het laten zien? Ik zal het eens proberen. Je pakt hem dus vast, je doet hem door het gat heen en dan pak je het knoopje en dan duw je er doorheen en dan zit hij vast. Oké. Je hebt hier een grote hoeveelheid hulpmiddelen. Cliënten kunnen dit allemaal van tevoren uitproberen? Ja, klopt. Cliënten kunnen eigenlijk alle hulpmiddelen die we hebben in bruikleen krijgen om te oefenen. En mocht het dan goed gaan, dan kunnen ze die aanschaffen via een thuiszorgwinkel of online. U ziet, voor de meeste problemen is een hulpmiddel. Dus vraag gerust aan uw ergotherapeut wat de mogelijkheden zijn.